Ze ging naar Vijf Gymnasium. En normaal gesproken, als je ouders dan weggaan, dan ga je misschien bij vrienden of bij een familielid in huis. Toen hebben we tegen haar gezegd, vind je het leuk om mee naar Japan te gaan? En toen heeft ze een tijdje nagedacht en zei, nee, ik wil eigenlijk toch met jullie meegaan. Maar het was toch een reuze risico. Want ze had dus nooit een Franse school meegemaakt. En ze moest dus een Frans eindexamen doen. En toen ze met ons in Japan was, ter voorbereiding van de verhuizing, zei de proviseur, dat is dus het hoofd van de school, zei, nou, ze zal dan misschien wel een extra jaar moeten hebben. Dat was voor ons geen probleem geweest. Maar ik zag een kleine verbeterde blik aan haar en dacht, nou, dat zullen we nog wel eens zien. En ze heeft inderdaad keurig, na 2 jaar heeft ze haar eindexamen gedaan. En daarna heeft ze journalistiek gedaan in Berkeley, in Amerika. Die heeft er ook toe bijgedragen dat ze dus echt communicatief ook heel graag wil uitdragen waar ze in gelooft. En ze heeft een zeker idealisme ook. En de dingen waar ze voor staat, daar gaat ze mee aan de gang. Er is in Nederland toch wel vaak een soort van zesjescultuur. En die zesjescultuur, ja, die wil ze graag doorbreken. En een bekende uitspraak van haar is, building the bridge when you walk over it. Dus ook als ze niet helemaal precies weet hoe het eind is, dan begint ze vast. En dan zegt ze, dan komen er vanzelf wel ideeën om door te gaan. En daar is een zekere durf. Je valt dan ook wel eens een keer op je neus. Maar dat is voor haar nooit een argument geweest om niet te beginnen.